Pareti bom. Pareti bom. Me. Dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van deze plechtige bloemenhulde. En wij willen u namens de familie en de stichting van harte bedanken voor uw attentie en aanwezigheid. Goedenavond. Meneer Umrao Singh. So, meneer Umrao Singh, wat is er hier gaande? Hier hebben wij een herdenkingsdienst gehad.
voor de heer Herman Goering, een politieinspecteur, die vandaag precies 34 jaar geleden is vermoord. Hij is vermoord bij het Fort Zeelandia, omdat hij dus verhaal ging halen over de arrestatie van twee politiemannen die in het Dancing werd aangehouden. Tegelijkertijd was er een militair, Orlando Swedo, die was opgebracht bij het politiebureau en was ingesloten. En de militairen toen, de dictatuur, heeft toen gezegd dat hij vrij moest komen. Dat kon natuurlijk niet, want de politie werkt volgens wet en recht. Dus er kon niet willekeurig mensen die aangehouden zijn naar huis te sturen. Hij ging dus naar Fort Zeelandia en werd op die avond op zijn terugweg samen met twee andere collega's hier op deze plek vermoord. En nu gaan er stemmen op om hem te vereeuwigen. Misschien met een opleidingscentrum of iets anders. Ja, wel, ik was verrast om de minister te horen zeggen dat het hoofdbureau van politie naar hem vernoemd zou worden. De stichting heeft bij toenmalige korpschef Chilipsi ook dat verzoek gelegd. Dat is een aantal jaren geleden. Maar ik denk dat wij actueel moeten zijn en dat wij het politieopleidingscentrum werkelijk naar hem kunnen vernoemen. Omdat we niet weten wanneer het hoofdbureau van politie wordt afgebouwd natuurlijk. Dus eigenlijk is het boter bij de vis. Goed. Laten we proberen met de familie te praten. Zo, de familie gaat ballonnen oplaten. Wacht een moment af. Gaan we aftellen. Ja, één. Dus we zijn bekend. Heeft iedereen al? Ja. Ja. Oké. Okay. Twee. Drie. Drie. Laat ze laten. Nee, dit is de tweede keer. We hebben wel elk jaar publicaties gepleegd. De eerste keer hadden wij... Oké, we gaan spreken met de familie van heer Goering. Met wie staan we hier? Mijn naam is Ruth Sifal Groenveld. Ik ben de dochter van Adeline Schengajung Groenveld en Herman Goering. Ja, Melinda Nijbroek Goering, dochter van Herman Goering en Marianne Wolfjager. Ja. Zo. En hoe voelen jullie je vandaag? Goed. Goed. Ja. En zeker ook door alle nieuws. En ook vooral ook, dat is eigenlijk voor ons, voor mij, natuurlijk ook voor ons, het belangrijkste, dat het onderzoek vanaf vorig jaar al heropend is. Ja. Ja, voor mij ook, het voelt heel goed. En wat ik belangrijk vind deze dag, is dat het besef er komt dat we elkaar nodig hebben. En dat er omgezien wordt naar de mensen die dat niet voor zichzelf kunnen opkomen. Mijn vader is opgekomen voor mensen die het nodig hadden. Politiemannen die bevrijd moesten worden, daar ging hij voor. Ondanks het feit dat hij wist dat hij zijn leven zou moeten geven. Dus ik denk, ik hoop dat het besef er zal komen en er komt vanaf vandaag, dat we elkaar gewoon gaan liefhebben. Ja. Voor u is er een dubbele leed te verwerken, hè? Ik ken u ook van die inheemse mannen die doodgeschoten zijn. Ja, klopt. Ja, dat is mijn oom geweest, Martinus Wolfjager. En ook voor die, natuurlijk voor vandaag, ook mensenrechten schendingen. Daar blijven we altijd voor strijden. Ja. Heeft de familie nog iets te melden?
Ja, ik wil wel nog wat zeggen namens ons. We hebben het verzoek is gedaan vanuit de heren in Nederland, hè, de heer Yasa Dirana, de heer Kogeldans en de heer Leidsman, om het politiecentrum naar onze vader te vernoemen, naar Herman Goeding. Ik hoorde net de minister van Justitie zeggen over een nog te bouwen gebouw. Ik ben ook even naar hem toegestapt en gevraagd van, voor ons is het belangrijk dat we niet gaan wachten totdat er een gebouw wordt gebouwd. Want we weten niet hoe lang dat gaat duren. Maar dat het gaat om het symbool. Hè, dat er nu zeg maar, het opleidingscentrum zoals die nu is, in welke staat dan ook, dat het vernoemd wordt naar onze vader. En dat kan morgen gebeuren, dus we hoeven niet heel lang te wachten. En om dat nu te schuiven naar een nog te bouwen gebouw, dat komt niet meer. Dus wij dringen erop aan dat het gebouw zoals die nu staat, dat die vernoemd wordt naar Herman Goeding. Ja, we kunnen ook altijd renoveren, want het politieopleidingscentrum heeft vooral ook dat wij een band ook daarmee hebben. Omdat wij vaak genoeg, mijn vader werkte op Nieuwe Haven. Daar kwamen wij nooit als gezin, of ja, bijna niet zo vaak in ieder geval. Maar het politieopleidingscentrum, als klein meisje, daar kwamen we bijna elke zondag. We hebben ook een band met het centrum. En ja, dat zou eigenlijk toch wel een goed initiatief zijn. Ja. Aboom. Goed. De minister is er al vandoor. Oké. Laten we kijken hoe we nog meer kunnen spreken. Oh, ik dacht dat ik de korpschef zag, maar ik heb me vergist, zo te zien. Oud KC, meneer Chin Lipsi. Meneer Pampers. Yes. U bent ook aanwezig hier. Ja. Heeft u ook iets te melden? Ik heb net begrepen dat het onderzoek vorig jaar is heropend. Heb ik goed gehoord? Daarover kan ik geen mededelingen doen. Ik sta buiten de lijn van zaken, onderzoek en dat soort dingen. Dus ik neem aan dat als dat gezegd is, dat dat zo is. U heeft de zaak natuurlijk ook gevolgd. U bent ook politieman geweest. Of bent u dat nog steeds? Nee, ik ben geen politieman meer. Ik ben nu gepensioneerd. Maar eenmaal toch? Altijd politieman? Of kan dat niet voor de politieman? Als je bijna 40 jaar lang hebt gewerkt voor de organisatie, dan blijf je hart en nieren. Je ziet een heleboel gebeuren om je heen en je bekijkt het nog steeds door de bril van politieambtenaar. Natuurlijk met een iets bredere kijk op zaken. En hoe kijkt u nu tegen deze zaak aan, zoveel jaren verder? Ja, er is heel veel gebeurd in Suriname. Tussen het moment van de staatsgreep en het volledige herstellen van de democratie. Het opnieuw opstarten van het democratiseringsproces in 1987... zijn er toch wel jaren nog een paar naweeën geweest waarbij delen uit organisaties van de gewapende machten of de inlichtingendiensten eigenlijk mentaal nog niet tot het besef waren gekomen dat we in een andere tijd leefden en men hier en daar nog doorging met een eigen manier van omgaan met zaken. En nu wordt het tijd om af te sluiten. Ja. Ik denk dat we als Surinaamse samenleving zo snel mogelijk deze zaken moeten afsluiten. Achter ons moeten laten. Er moet echt een degelijk proces komen waarbij toch wel nabestaanden van overledenen, ook slachtoffers van andere schendingen, toch wel
een keertje de waarheid te horen krijgen. En dan moeten we gewoon als volwassen natie hiermee omgaan, door die zure appel heen bijten, de noodzakelijke beslissingen nemen, zodat we echt verder kunnen gaan. Veel mensen leven nog steeds met heel veel traumatische herinneringen. Mensen kunnen eigenlijk hun leven niet oppakken. Een echt gereguleerd proces waarin dit allemaal goed wordt onderzocht. En afgesloten moet wel plaatsvinden. Goed. Dat was oud-KC, Chinlipschi. Zo, wie zou weten hoe het staat met het onderzoek? Oh, meneer Eek van de politiebond. Meneer Eek van de politiebond. Heb ik het goed begrepen dat het onderzoek in de zaak Goeding heropend is? Dus dat heb ik net ook begrepen tijdens die herdenkingsdienst. Dat de korpschef die onthulling heeft gedaan. Ik wist het persoonlijk niet. Maar ik denk niet dat het een onwaarheid zal zijn. Omdat de minister het natuurlijk ook heeft benadrukt dat het daadwerkelijk is geopend. Ja. Volgens mij, als ik het goed heb, had de politiebond eens ook zoiets aangehaald om de zaak te heropenen, volgens mij, bij een herdenkingsdienst op Zorg en Hoop. Als ik me goed herinner. Nee, nee, nee. Nee, we hebben toen de tijd, dat was in 2019, hadden wij een monument voor de gevangenen tijdens de politiedienst. Waarbij wij dus ook de naam Herman Goeding toen hebben genoemd. Ja, in dat kader was het toen. Ja. Mm-hmm. En hoe kijkt u er tegenaan dat men vraagt dat POC naar hem vernoemd wordt? Kijk, wij van de politiebond hebben sowieso draagvlak daarvoor. Toch? Omdat, hoe je het ook draait of keert, de man heeft een bepaalde inzet gehad in het werk dat hij deed. Je moet weten dat op het moment dat een politieman, als recruit binnenkomt, dat je de leuze van het Korps Politie Suriname direct meekrijgt. En dat is Filibux Oudax. Ja, dat is onze wapenspreuk, dat gaat u dus zien in onze wapenspreuk. En dat betekent manmoedig door innerlijke kracht. En dat wordt je aangeleerd in de opleidingen. Toch? Dat wordt je al heel vroeg aangeleerd. Dat je niet gaat bouwen bijvoorbeeld op je wapen, of wat dan ook, maar dat het komt vanuit je innerlijke. En dat wordt je dus daar bijgebracht. Herman Goeding, ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar natuurlijk, ik ben 5 jaar daar na zijn dood ben ik in dienst getreden. En je hoort een heleboel erover, je luistert naar de mensen. En van wat ik heb begrepen was hij een zeer gedreven politieman, heel erg moedig. Hij deinsde voor niets terug. Als hij zei dat hij bepaalde dingen zou doen, dan deed hij dat ook. Dus daar ook gebleken en vandaar dus dat dit hem ook was overkomen. Wij zeggen dus daarom, omdat in de opleiding jij dat al begint te leren en die opleiding begint in de politieacademie, dan is het alleszins dat, en redelijk dat de politieacademie daarnaar naar zijn legacy vernoemd kan worden. En ook al zouden ze dat niet doen, dan gaan wij van de politiebond in elk geval alles eraan doen om dat proces te versnellen. En als het dan nog niet komt, dan gaan wij in elk geval ons monument die wij daar hebben voor de gevallenen vernoemen naar het Herman Goeding monument voor de gevallenen. Waar staat dat? Bij de politieacademie. Dat was in 2019. Als je daar gaat, gaat u dus zien een monument daar. Waar een politieman met de vlag van Suriname op zijn schoot. Ja? Als je daar gaat, dan gaat u dat zien. En dat was ter nagedachtenis van alle politiemannen die tijdens de dienst zijn gesneuveld. En daar is Herman Goeding ook deel van. Vandaar dat we zijn familie toen ook in 2019 hadden uitgenodigd bij die meeting. Of althans bij de onthulling van dat monument. En als het er dus niet komt, dan gaan wij dat monument alvast vernoemen naar Herman Goeding. Yes? Goed, dan hebben we dat ook gehoord. Er kan dus sneller een gedenkpunt komen voor Herman Goeding dan we denken. Goed, dan gaan we de livestream hier afsluiten. Ah.
vragen.